rit van 5 lange uren langs de kust van Kroatië. Het was echt prachtig. Ik heb het een en ander gefilmd met mijn GoPro. Maar het was zo warm, want het was inmiddels 37 graden. En mijn autootje heeft geen airco, dus ik kan het dak er wel op doen, maar dat heeft geen zin. Dus ik heb wel lekker zonder dak gereden, maar op een gegeven moment gewoon lekker een hemdje om mijn hoofd geknoopt. Want het was echt te warm. Maar goed, ik ben er en ik heb al wel lekker gezwommen hier. En ik ben nu in de buurt van Split. Het is nog 3 kwartier rijden vanaf waar ik nu ben. En daar vandaan trekken heel veel boten richting de eilanden. En ik dacht, nou weet je, ik ga wel gewoon een beetje research doen. En dan kies ik er wel gewoon heen en ga ik daar avonturen beleven. Maar man, het ziet er allemaal top uit en ik weet het gewoon niet. Dus ik dacht, laat ik mijn bonnetjes mooi hergebruiken. Ik heb op ze allemaal... Er zijn 5 eilanden waar je heen kan, dus ik heb op alle bonnetjes een ander eiland geschreven. Het maakt mij echt niet uit welke ik heen ga, want het klonk allemaal interessant en geen idee. Dus ik ga die nu in mijn tasje stoppen en dan grabbel ik er gewoon heen. En dan ga ik kijken of het mogelijk is om daarheen te gaan. En zo ja, dan boek ik tickets voor de boot en dan ga ik daar morgen heen. Dus eens even kijken wat het wordt. Geworden. Hafar, denk ik dat je het uitspreekt. Nou, ik weet niet meer wat daar precies te doen is, maar ik ga even kijken of de boot beschikbaar is. En als dat zo is, dan boek ik een ticket voor morgen. En dan is het weer een spontaan avontuur en dan neem ik jullie weer mee op wat daar te beleven is. Ik ben heel benieuwd. Oké. Eens even kijken. Split naar Afar. Nou, Afar heeft ook nog eens meerdere plekken. Laat ik eens eerst even kijken op de kaart welk eiland Afar precies is. Nou, hier kunnen jullie het zien. Dit groene stipje daar, dat is waar Afar is. Dus, en ik ben nu dus bij mijn blauwe stipje hier. En daar is, ja, daar ben ik en daar is Split. Dus dan moet ik vanaf daar met de boot. Maar er zijn meerdere havens waar je heen kan. Maakt mij niet uit welke, denk ik. Ik moet ook even voor verblijf kijken, want het is nu hoogseizoen. Dus ik moet wel iets beter mijn best doen. Ik kan niet zomaar naar het eiland gaan zonder slaapplek. Want straks hebben ze niks meer beschikbaar. Dat zou een beetje kut zijn. Nou, ik heb het allemaal even uitgezocht. Het blijkt dus €50 te kosten vanuit Split. Maar met een auto, wat ik best wel duur vind voor een eentje. Maar ik heb nu gevonden dat als je vanuit Dubrovnik vaart, kost het maar 15. Dat is wel een uurtje verder rijden, dus dan moet ik morgenochtend 2 uur rijden in plaats van 1 uur. Maar als ik daar mijn €35 bespaar, dan heb ik dat er wel voor over. Dus ik ga vanuit Dubrovnik naar Hvar. En dan moet ik alleen even een camping fixen. Ik heb er al wel een paar gezien en ze zijn gewoon beschikbaar. Dus dat gaat wel goed komen. Dus ja, Hvar het is. Nou, ik sta helaas lekker in de file. Beetje balen, want de boot die ik wilde hebben gaat om 12. En mijn navigatie zegt nu met de file dat ik er om 20 voor 12 ben. Maar je moet er 3 kwartier van tevoren zijn. En het is wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus je hebt een ticket, maar je mag zelf... Nou, de tijd maakt niet echt uit. Dus kijken gewoon wie er het eerst zijn en wie er op de boot passen. Dus tenzij het super rustig is op de boot, moet ik een boot later hebben. En dan is het 1,5 uur later, dus dat is een beetje kut. Maar goed, niks aan te doen. Ik heb dus uiteindelijk een van die campings gebeld. Degene die dichtbij haar stad zit. Het was een vrij dure camping, €30 per nacht. Maar ik dacht, voor één nachtje een keer een beetje gek doen is ook niet erg. Want ja, Hvar stad is wel gewoon waar het gebeurt. Het is nu zaterdag. En ik ben ook wel een beetje benieuwd naar het nachtleven hier. Want ja, die dingen gaan hier gewoon nog door. Of alweer door, weet ik niet. Maar
Ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Dus mijn camping zit een kwartiertje lopen van het centrum. Dus die andere camping zat in een hele andere stad waar niet echt nachtleven is. Gewoon wel gezellige barretjes en restaurantjes, maar gebeurt verder niets veel. Dus ik ben benieuwd. Havars stad staat echt bekend. Een beetje Havar zelf als Ibiza en Havar stad als een beetje de jet set uitgaans gebeuren. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga natuurlijk geen camera's meenemen, maar ik zal wel mijn telefoon meenemen. Dus ik zal wel het een en ander laten zien. Dus ja. En ik heb daar wel voor maar voor één nacht gereserveerd, want anders is het gewoon te duur. En dan moet ik even kijken voor morgen. Want ik wil denk ik wel 2 nachten blijven minimaal. Dus dan moet ik even kijken of ik die dan reactie heb van die andere camping. Om daar nog 1 of 2 nachtjes te blijven. Nou, ik ben door die tol heen. Daar stond de file dus voor. Ik denk, ik neem een tol weg, want dat schiet meer op. Nou, ik had gewoon beter de tol weg kunnen vermijden, want het was gezellig geweest. Maar goed, het is nu 40 graden. Er lopen gewoon letterlijk druppels zweet langs mijn gezicht. Heerlijk. Maar goed, in ieder geval de tol weg gehad. Dus het is nog een uurtje rijden. Dus hopelijk zit het wat meer mee nu. Nou, na een half uur wachten, of na 20 minuten wachten, gaat het vooruit. Maar je ziet daar nog net de boot gaan die ik had willen hebben. Het is inmiddels 6:30 en mijn kamp staat, zowaar. Ik heb tussendoor even niet gefilmd omdat het echt bloedheet was en ik wilde mijn apparatuur daar niet aan blootstellen. Want ik heb 3,5 uur uiteindelijk moeten wachten tot ik aan de beurt was voor de boot. En toen is 1/2 uurtje boot, toen nog 1,5 uur auto rijden. Dat heb ik ook een beetje onderschat. En nu ben ik dan eindelijk aangekomen op de camping en staat mijn tentje. En daar zien jullie ook gelijk het uitzicht. Ik ga later zeker nog wel genoeg van de omgeving filmen. Alleen dus niet nadat mijn spullen 3,5 tot de, ja, nou ja, van de file alleen al 3,5 uur in de bloedhete zon hebben gelegen. Ik heb wel het geluk gehad dat ik op een gegeven moment de laatste 2 uur stil stond naast de zee. Dus ik heb wel lekker kunnen zwemmen. Dus dat was heel fijn. Maar goed, ik had eigenlijk bedacht dat ik vanmiddag hier al wilde zijn. Ik had geen idee dat je zo lang in de rij moest staan. Dus nu maar hopen dat het hier zo leuk is dat het waard is. Even bijkomen, even wat eten en dan ga ik Havar stad bekijken. Nou, goedemorgen. Het is nu 8:00. Ik heb net al mijn frisse ochtendduik gehad. Ik ben gisteren uiteindelijk wel de stad in geweest en ben ongeveer net na 2 uur teruggekomen. En het is nu super hard aan het waaien. Nu wordt het natuurlijk net windstil, maar het heeft de hele nacht eigenlijk best wel flink gewaaid. Waardoor ik niet zo lekker heb geslapen. Dus dat is een beetje balen. Maar goed, ik ga vandaag gewoon lekker een rustig dagje doen. Eerst nu even naar het zwembad en ik ga straks naar een andere camping aan het strand. En dan ga ik gewoon lekker op het strand chillen. En dan ga ik morgen nog wel een stad verder ontdekken, want bij nacht was dat in ieder geval super mooi. Ik was natuurlijk alleen. Ik heb uiteindelijk 4 meiden uit Bosnië ontmoet. Waarvan ik nog met 2 op hun cruiseschip ben geweest. Zij zaten op een cruiseschip aan het eiland hoppen. En om 12:00 gaat hier alles dicht. En dan kan je alleen nog naar een ander eiland toe met de boot. Maar dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus ja, het was best wel top eigenlijk. Het was een leuke avond. Maar het is wel een hele andere sfeer dan ik gewend ben. Het past eigenlijk helemaal niet bij me. Allemaal heel erg jet set leven. Gezien en gezien worden. De flessen champagne met vuurwerk gaan de hele tijd, zie je de hele tijd voorbij komen. Je mag niet aan een tafel zitten als je niet heel veel geld uitgeeft. Ik had dat soort dingen. Dus dat was best wel jammer. Maar uiteindelijk, omdat ik alleen was, vond die vrouw van de bediening vond dat zo leuk. Dat ze me uiteindelijk dus gewoon een tafel had gegeven. Ook al bestelde ik helemaal niet zulke dure dingen. En toen had ze die meiden uit Bosnië erbij gezet. Omdat zij allemaal hoge hakken droegen. En dat vond ze zielig dat die moesten staan. En het was uiteindelijk duidelijk dat er niemand meer zoveel geld ging uitgeven. Dus dat die tafel vrij zou blijven. Dus ja, dat was wel grappig. But I don't wanna lose you, love. Thinking I was stuck here. But deep down I can tell it's wrong. Feeling you now.
ik ben inmiddels dus aangekomen op mijn tweede camping op Spar. En het is best wel chaos, want ze hebben geen reserveringen. Je hebt hier maar gewoon een plekje zoeken en er zijn niet echt plekken. Dus het is een beetje chaos. Maar ik heb gelukkig best wel ver van de rest van de faciliteiten, maar wel een plek in de schaduw gevonden. Want dat wilde ik graag. Nog steeds 37 graden, dus zonder schaduw is het niet te doen. Maar ik moet even kijken wat ik morgen ga doen, want ik hoopte eigenlijk dat het strand dat bij mijn camping hoorde iets spectaculairder was. Maar dit is het, zeg maar. Als je op die kussens wil, dan moet je betalen. Daar heb je wel nog zandstrand. Ik ga morgen dus verder even op onderzoek uit. Ik moet even kijken wat ik wil gaan doen, omdat ik nadat ik 3,5 uur zou wachten op de boot, niet heel erg zin heb om iets te ondernemen waar ik in de rij van moet staan of lang van moet wachten. En om heel eerlijk te zijn, ik hou gewoon niet zo goed op die 37 graden. Dus ik ben daar niet voor gemaakt. Dus ik lig vooral heel veel op water. Wat ook niet verkeerd is. Maar ja, het is gewoon niet echt weer om veel te ondernemen. Maar ik ga morgen wel even kijken. Want je kan dus als het goed is met mijn eilandjes dichtbij, et cetera. Maar ik heb geen idee wat dat kost en wat daar de bedoeling van is. Dus dan moet ik morgen even op. Ik ga vanavond even onderzoek uit en dan morgen even wat anders gaan ondernemen. Nou, toch nog maar even op pad vanavond. Ik loop nu door Jelsa, het plaatsje vlakbij de camping. En ja, het is wel een stuk relaxer dan een VAR. Ja, het komt een stuk vriendelijker, rustiger over. Bevalt me wel. Ik ga morgen in ieder geval richting een VAR weer. Waarschijnlijk om een boot te pakken richting een ander eiland voor een middagje. Dus dan zal ik haar vark nog wel met daglicht laten zien. Dus mijn camping is daar. Kun je niet goed zien, maar daarachter. En hier is het stadje. Dus ja, echt heel dichtbij. Ik ben nu denk ik een kwartiertje helemaal rondgelopen. Dus dat is echt... Oké, misschien is dat overdreven 20 minuten. Maar klein plaatsje. Maar hier, ja, gewoon echt zo'n vakantiegevoel krijg je van zo'n plaatsje. Gewoon... lekker rustig. Wat ik heerlijk vind is dat de mensen hier helemaal niet opdringerig zijn. Ze begroeten je, maar daar houdt het ook wel mee op. Niemand probeert je ergens naar binnen te praten of iets aan te smeren. En dat vind ik heel fijn, want ik kan er anders toch minder goed van genieten. It took my heart and showed me how time was moving slowly. Reading all the signs out loud, feeling you now. Take me breathing you now. Oh, taking me down. Oh, feeling you now. You take me down. Oh,
watch the sun go down over the same old town. Like so many times before, we look at the same old stars, battle the same old wars. Like so many times before. And I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect, but I need this night for the last time. Stay, stay. Know you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. Of op het tweede eilandje. Ik heb die taxiboot dat je naar twee verschillende eilanden kan. Dus ik was net op de eerste en nu op de tweede. En de tweede, daar word je dan afgezet bij een heel fancy restaurant dan weer. Waar je dan weer overal VIP lounges hebt. Als je een beetje comfortabel wil zitten, moet je dus gewoon heel veel geld uitgeven. Maar er zijn ook andere restaurantjes op dit eiland. En ik begreep dat je in ieder geval aan andere strandjes, dat je daar gewoon heen kon lopen. Maar ik heb geen pad gevonden, dus ik loop nu gewoon een beetje door de bush op dingen dat lijken op paden. En ik hoop op de terugweg wel op het pad terecht te komen. Want het is niet echt lekker lopen. Maar goed, ik ben benieuwd wat ik daar dan terecht kom. Het is hier in ieder geval. Ja, het zijn prachtige eilandjes. Je betaalt helemaal niet veel. Iets van 6,50 voor een retourtje met die taxiboot. En dan word je dus ook nog tussendoor op een ander eiland afgezet als je dat wil. Hier loop ik dus nu. En dit lijkt dus op een pad. Dus ik volg dit en ik kijk waar ik uitkom en dan zie ik het wel. Op dat vorige strandje waar ik was, was het een vrij voor nudisten gebied. Dus je hoefde niet naakt, maar het mocht wel. Niks mis mee natuurlijk, alleen het filmt wel lastig. Want je wil natuurlijk niet mensen in beeld brengen die geen kleren aan hebben. En dat willen zij zelf natuurlijk ook niet. Dus het was even voorzichtig. Maar ik heb wel zowaar een echt pad gevonden. En dan kan ik daar straks misschien hier even zwemmen en dan naar de andere kant. Je ziet daar de masten van de boot al. Het is echt een heel smal eilandje. Dus dat moet wel goed komen. Veel lekkerder zo met die rust in plaats van al die poespas waar je voor moet betalen. Net Lorenz net even langs een restaurantje gelopen. En nu even zorgen dat ik niet val, want dan wordt alles nat. Ik word wel verdrietig van al die troep die hier aanspoelt. Normaal neem ik eigenlijk altijd een vuilniszak of iets mee. Maar plekken ga hier, maar ik had eigenlijk verwacht dat het hier wel opgeruimd zou zijn, omdat het dus allemaal wel restaurantjes en zo in de omgeving zitten. Maar helaas, als je net buiten die restaurantjes komt, dan is het gewoon een puinhoop. Nou, niet het hele eiland hoor, maar echt wel stukken waar het gewoon een bende is, helaas. We gaan maar even op onderzoek uit. Even alle strandjes van dit eilandje bekijken. En dan ga ik wel even bedenken waar ik even wil zitten. Ik ben niet zo goed in stilzitten. Ik ben niet echt gemaakt voor het gewoon op het strand liggen. Dus ik vind het wel leuker om gewoon even lekker het eiland te verkennen door eroverheen te struinen. En dan ga ik zo wel even lekker weer zwemmen en zitten. En dan mag officieel tot 10 uur op dit eiland blijven. Ik was er om 11 uur vanochtend, maar ik ben niet van plan om tot 10 te blijven, want dat houdt niet vol. Maar goed, als je met een hele groep vrienden bent en je gaat lekker zitten eten, dan is het zo 10 uur. Maar ik vind het een beetje zonde van mijn geld om hier heel uitgebreid in mijn eentje te gaan zitten eten, want het is hier gewoon een stuk duurder. Dus dat doe ik liever als ik op een wat minder dure plek ben. Nu gewoon lekker zelf wat te eten en te drinken mee en dan. Miss all that we had.
for the last time. Stay, stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay if you stay. Stay. If you stay. Hey. If you stay. If you stay. No, you're gone in the morning, but I'll be okay. Till the sun goes up, yeah. For a little moment, just hold me closer. I'll be okay. Till the sun goes up, yeah. For a little moment. Nou, het is inmiddels 6 uur en ik ben weer terug op een bar. Ik was toch iets langer gebleven dan gepland, want er schijnt dus after beach party te zijn op het eiland waar ik was. Nou, dat viel vies tegen, want het enige wat ze deden was de muziek wat harder. En verder waren de drankjes echt onbetaalbaar, dus laat maar. Ik ga gewoon lekker nog even van Jelsa genieten. Dus ik ga weer terug naar het plaatsje waar ik verblijf. En ik loop nog even een rondje door haar bar, want dat is ook wel leuk. Hold me closer. I'll be okay till the sun goes up, yeah. For a little moment, just hold me closer. I'll be okay. We watch the sun go down over the same old town. Havar is een prachtig eiland. Het is alleen niet helemaal mijn stijl. Ik denk ook dat het een stuk leuker is als je of met een groep vrienden bent en of met familie. En dat je gewoon lekker terrasjes kan pakken, et cetera. Want in je eentje is er gewoon vrij weinig te doen. Je hebt heel veel tours, maar moet je overal voor betalen. In restaurants heb je ook gewoon hele leuke rustige restaurants. Maar bijvoorbeeld als je meer naar Havar stad bent en je wil bijvoorbeeld uit wat ik heb gedaan, dan moet je gewoon heel veel geld uitgeven. En in eentje doe je dat sowieso niet, maar ik ben sowieso daar niet zo van. Dus het is niet helemaal mijn stijl, maar voor een familievakantie of met je vrienden, dan lijkt het me echt best wel leuk. En als je natuurlijk houdt van dat zien en gezien worden, van die vibe, dan ben je hier ook helemaal op je plek, want iedereen. Maar ja, je ziet ook heel veel gezinnen die dus in de kleinere plaatjes, of ja, de dorpjes zijn allemaal heel mooi, heel schattig, de terrasjes zijn heel erg leuk. De natuur is mooi, mooie stranden. Alleen, ja, ik ben ook niet zo van de stranden. Ik vind de strand mooi, maar ik ben niet iemand die de hele dag erop gaat liggen. Dus dan, ja, eerlijk gezegd, ik ben vrij snel uitgekeken. Dus het spontane, ik zou anders denk ik niet zo snel naar Havar zijn gegaan als ik dit geresearched had, want het is vast online te vinden dat dat zo is. Dus wat dat betreft is het wel leuk dat ik er alsnog weg geweest, want ik heb echt heus wel naar mijn zin gehad. En maar goed, als ik denk ik zelf mijn research had gedaan, had ik een van de andere eilanden uitgekozen, want volgens mij zitten er ook wel een aantal wat rustigere eilanden tussen. Maar goed. En daarbij denk ik dat Havar in het laagseizoen misschien meer ook mijn ding zou zijn. Ik zit natuurlijk ook midden in het hoogseizoen, dus het is ook best wel druk. Dingen zijn moeilijk te boeken, dat soort dingen. Maar ja, ik heb zeker geen spijt dat ik heb gegaan, dus dat is het belangrijkste. En daarmee sluit ik dan graag ook deze video af. Ik ben dus ook om een andere reden heel vroeg gegaan. Ik had natuurlijk ook nog de hele dag hier op Havar kunnen spenderen. Maar iets gepland staan waar ik best wel zenuwachtig voor ben. Wat ook wel echt uit mijn comfortzone is. En dat gaan jullie allemaal zien in de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en zien jullie dan.